زي كيف نكتس حلا فقدي كيف نكتس سمي زي كيف نكتس Dag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben bij FunX FIFA toernooi. En ja, ze gaan hier dadelijk lekker een pakje FIFA spelen. En waar voetbal is, is oervoetbalvlogs natuurlijk ook. En samen met... We zien het, Yusuf is hier zo aanwezig. Met Mehmet Amir. Waar is Mehmet? Is Mehmet, ik weet niet waar hij is. Hij moet mij nog geld geven. Hoeveel? Een paar lira. Ik denk hij is al land uitgevlucht. Ik denk het ook, man. Ik denk het ook. We gaan even vandaag FIFA spelen. We gaan even een paar mensen, die hebben best wel grote mondjes hier zo. We gaan ze even de mond snoeren. Wie heeft de grootste mond aan Yusuf? QC. Ja, QC, waar is die? Hij is daar. Ah, je kan hem net niet zien, hè? Wat heeft hij thuis? Hij speelt nog Nintendo 64, hij speelt nog Super Mario, hij moet nog die 50 sterren verzamelen, in schilderijen springen, dat soort dingen. Dat speelt hij nog thuis, man. En met wie ga jij samen spelen, Jus? Ik speel met, waar is hij gaan? Soufiane Ejani. Met Soufiane? Ja, wij spelen samen in het team, Mokro Power. Mokro Power? Mokro Power. Wij moeten elkaar helpen, we wilden eigenlijk Marokko kiezen. Ja. Alleen Marokko zit niet in het spel. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Logisch. Hoe kan dat, broer? Niet gezien wat ze bij Afrika Cup hebben gedaan. Schrikkelijk. Maar ja, we gaan ons best doen in het. Top, tjo. De eerste wedstrijden zijn bezig. Hier staat het al 1-0 voor Real. Ik weet niet welke van de beide Real is, maar het bestaat hier. 0-1 voor wie, boys? Voor deze twee. Ja, QC en Patje staan achter. Hey, moet jullie zo ook spelen? Tegen wie? Tegen ons, man. Ja, ga je winnen? Ja, de eerste wedstrijden zitten erop en ik sta hier met Arash en met Yassin. Boys, eerste potje gewonnen? Tuurlijk, sowieso, man. Hoe voelt dat? Ja, lekker. Je kunt altijd inkomen, maar daarna gaan we gewoon kapot maken. Maar volgens mij hebben jullie wel dankzij Yassin gewonnen, of niet? Sowieso. Ja, ik weet niet, denk Arash. Man of the match, hij is echt man of the match. Yassin heeft twee keer gescoord, toch? Ik zag Yassin jou de hele tijd coachen van speel links, speel rechts, hè? Man of the match, hij zegt de man of the match. Sofie, winnen of verliezen? Bro, ik win altijd. Ja, kijk, en QC staat naast me. We zijn er maar lekker om. Maar dan moet ik vertellen hoe het geworden is op de Jena. Ik doe dat wel, 1-0. Er is geen schaamte, je toch? Hoe kan dat? Broer, iedereen die hier zit, ik maak geen grap, man. We hebben een week met elkaar zitten oefenen, man. Serieus, ja? En jij niet? Nee, man. Ik heb misschien twee weken FIFA gespeeld. Zoiets. Ja. Zoiets. En ik heb Petje Mos spelen alleen tegen elkaar. Nu samen. Ja. Maar we leren snel, man. Volgende potje gaat iedereen kapot. Ja, veel gewoon... alsjeblieft. Ja. We gaan kapot. Die kleine boys die kleine boy. Die boys zeggen ook dat ze van jullie gaan winnen, hè? Huh? Die boys zeggen dat ze van jullie gaan winnen. Ja, maar zijn gek. Je weet toch vaak, jonge kinderen weten niet wat ze zeggen, man. Nee, maar als ze straks winnen dan. Ja, maar dat kan niet, man. Ik kan niet verliezen. Kijk, shout-out naar die twee young boys, maar ik ga niet verliezen van iemand die niet eens was geboren toen FIFA 97 was. Zo werkt dat niet, man. Die moesten erin, man. Ja, Yasser en Yunus die hebben ook een potje gespeeld en die hebben verloren. Maar boys, ik hoorde jullie net zeggen, jantjes uitdelen en dit en dat. Maar dan krijg je zelf bijna een jantje net, hè? Hoe kan dat? Ja, ze zeggen niks wij meer. Wij zijn hè? Klein, weet je toch? Dat is geen smoes. Jawel, dat is geen smoes. Wij zijn klein. Jaar, we hebben 13 jaar FIFA gespeeld, dat is het verschil. Nou, straks meer je best doen, hè? Ja. Wel winnen, hè? Tegen QC. Ja. Ga je die wel winnen dan? Hij heeft net ook verloren. Hè? Hij heeft net ook verloren. Ja. Succes straks. Ja, man, dankjewel. Ja, de tweede ronde zijn ook weer begonnen. Of de derde, tweede toch? Tweede ronde. Ja. Kijken wie aan het spelen zijn. Yassi tegen Souf en Youstoep. Hoe staat het? 0-0. Kijk, Joe Silvio met Hef zijn er ook. Mensen zijn aan het strijden. Mensen willen die cup winnen, hè, boys. Mensen willen die cup winnen, hè. Zo moeten. Hey. Doelzallen, hè. Jantje? Casimiro. Lekker Yassi. Ja, die Jantjes heb je ook gehad net, hè? Ja, hè? Dat Jantje heb je ook gehad, hè, boys? Ja, hè? Voor mijn winactie heb ik een Barsta shirt. Hij is volgens mij van vorig jaar. Skeer het tegen, Patje Mos. Gaan we, Patje Mos gaat hem ook even tekenen. Deze man heeft een handtekening. Maar ja, dit is mijn handtekening. Wij weten dat jij dat bent, komt goed. Okay. Dankjewel, man. Ja, toch. Cool, man. Handtekening? Ja, broer, je bent bekend. Hè? Even voor mijn winactie, QC gaat ook even tekenen. Hij tekent al moeilijk, dus.
Hoe lang heb je daarvan geoefend, Q? Huh? Hoe lang heb je daarvan geoefend? Oh, ik heb voor een veelvoudige plin. Dit is jouw hand. Welke van de 10 handtekeningen is dit? Ja, 1 van de 20. Ik heb ook eentje voor met Frans en zo. Hans en zo. Hij liegt, hij maakt gewoon een grapje. Het is gewoon een grapje. Hele goede jongen. Hele goede jongen. Ja, en straks even nog van YouTube, van Joy Silvo, Hef en van Soufiane, hè? Die was er nog, hè? Van Soufiane nog een handtekening en dan gaan we die verloten. Liken, abonneren, reageren. Alles is gratis, doe het. Ja, en ook Joy Silvio is in de building. Verloren helaas. Hoe kan dat? We hebben gevonden. Ik ben net aangekomen. Weet niet, man, ik ben de best, maar iemand was blijkbaar beter. Door hem, houden we het daarop. Kom door hem, man, broer. Hij zegt dat jullie door hem, door jullie, jou verloren hebben. Hij zegt door jou. Nee, door hem. Ik heb 2 gescoord. Ik heb 2 gescoord, dan moet hij hem 3 gescoord. Ik heb 2 gescoord. Niks gescoord, broer. 3 keer voorzetten, maar we vergeten alles. Hij mist niet ook een en zo. Chaos, je FIFA, chaos. Altijd, standaard. Je ziet weer gewonnen, hè? 5-0. Lekker, boys. Al in de finale, half finale, kwartfinale? Bijna, hè? Nog een jantje uitdelen dadelijk, hè? Soms een teambespreking, even kijken hoe het gaat worden. Actief. Heel goed, heel goed. Ja, kijk, onze 2 strijders, boys. Hey, hey. Jantje geven of krijgen? Hey, ik weet dat iemand heel graag bij ons in het team wil, maar je moet... Succes Q en Patje. Ja, kijk, en nog een team, de Soufiane Ijiani. Ik ben nu voetballer geworden, als je in zijn vlog komt. Safi, muziek, stop daarmee. Wie is deze gast hier? Wat doet hij? Hey, maar jongens, hoe gaat het eigenlijk tot nu toe? Hoe gaat het tot nu toe? Met muziek of met... Nee, met de die we net hebben gemaakt. Je muziek gaat goed. Ja. Het gaat hartstikke goed. We hebben... 5-0 verloren net. Nee, gaat echt goed. Kijk, dat zijn maar cijfers. Je weet toch, cijfers zeggen niks. Jullie waren veel beter, hè? Ja. En meer kansen. Meer balbezit. Je was er niet bij, broer. Je was er niet bij. Ik heb niks gezien, klopt maar. Hey, maar door wie hebben jullie nog elke keer verloren dan? Door Soufiane of door... Wie schuld is het? Door ons. Allem, hè? Dat zeggen allebei. Ja. Is door hem. Oké, door mij. Door jou? Nou, vooruit dan. Door ons tweetjes, toch? En dan, moet u nog een wedstrijdje spelen of niet, Soufiane? Ja, maar ik denk het wel. Ga je die wel winnen dan? Ik kan niks meer zeggen. Ik zei dat ik zwaar ging winnen en zo. Ik heb verloren. Dus oh, ik ga zien hoe dat de volgende wordt. Ik train één dikke SO naar sportclub. SGD, jongens, onder 17. Blijf jullie dingen doen naar Dreddy. Blijf die balkaats. Blijf niet degraderen vooral. Degraderen? Hoezo? Ja, broer, we zijn de laatste. Ja. Gewoon trainen. Ah, maakt niet uit. Laatste, eerste. Blijf gewoon gaan. En jullie komen er wel op Dreddy. Ik zie jullie aan de top. Ah, ciao. Er zijn kipnuggets daar. Pak die kipnuggets, Soufiane. Er zijn kipnuggets daar. Soufiane gaat ook even een handtekening zetten voor de winactie. Kijk die handtekening. Mooi. Soufiane Ijiani. Dankjewel, man. Dankjewel, bro. Hier staat het 2-0. En ik hoop voor die 2 kleine boys daar. Hef, Joe, Silvio. Wie staat er voor, boys? Niemand geeft antwoord, hè? Ze zijn druk aan het spelen. Oh, bijna. Hoe weet je niet? Wat heb je gemaakt? Nee, niet. Hoeveel? Ik weet niet meer. Heb je nog 3 potjes verloren? 2. Dat kan toch niet? Kan. Dus Q en Patje Mos hebben gewoon gewonnen net van jullie. Ik zeer en hebben gewonnen. Hey boys, hoe gaat het met jullie? Ja, rustig man, ja. Ben je aan het winnen of? Ik ben aan het slijzen, man, broer. Ja, man. Hoeveel wedstrijden gespeeld? 2. En? 2 gewonnen. Finale straks dus. Ja. Wil je ook gaan spelen? Nee, ik speel niet. Ik ben alleen aan het vloggen. Succes, man, succes. Volgens mij is dit... Zit de organisator, of niet? Zeker weten, absoluut. Ja. En hoe gaat het tot nu toe? Ja, gaat hartstikke goed. We zijn bijna bij de kwartfinales. Het is super gezellig hier. Maar dat is waar. En het gaat gelijk op. Ja, wie zijn de potentiële kampioenen? Ja, dat kan je zien als je meeneemt. Groep 1. Bij groep 1 hier. Romeo Silvano, 6 punten. Amir en Daryl zijn goed bezig. Oké. Groep 2. QC en Patjemos samen met Samir en Job. Gabriel en Jeffrey. Hoeveel punten hebben die? 3, 6 en 3. Oké. En bij de groep 3, Arash en Yassine hebben er 6 en Guillermo en Mitchell hebben er 6. Soufiane en Youssef op 0. Helaas. Die bakken er niet veel helaas, van, hè? Niet zo goed. Nee, maar ze hebben zelfs al een wissel ingebracht, kijk maar. Echt waar, ja? Wie heeft met wie gewisseld dan? Youssef is er. Echt waar, Youssef eruit gegaan ja, en... Ik ben gewisseld. Hoe kan dat? Ja, gedwongen wissel, helaas. Youssef, vloggen en FIFA, wel heel andere verhaal, hè?
Ja man, je weet toch eens allebei met gewoon knopjes indrukken, dat soort dingen. Alleen is ze wel een andere level. De ene is één knop, de andere wat meer, hè? Juist. Ja, teken, enjoy hem ook even. Thanks broer. Ja, Joes gaat ook even tekenen voor ik de... Heb wel, je bent voor Barça toch? Ik ben sowieso voor Barça, maar okay, ik sta er wel om bekend dat ik de lelijkste handtekening ja, ooit maar, heb. Ja, maar. Niet trillen, anders... ik teken nog heusje of zo. Ik moest nog ergens een smiley tekenen. Hey, wat moeten ze doen om dit te winnen? Ja, abonneer allemaal, liken, delen, dan krijgen jullie dit shirtje misschien. Ja, misschien, helemaal zeker. Misschien, ja, misschien heb ik hem al gekapt zo meteen, dat zien we zo meteen. Dat denkt hij. Begonnen, hè? Q, live verslag. Vijf nog gewonnen. Hoe vaak heb je gescoord? Bro, ik heb laatst wedstrijd niet gescoord. Nee, man, misschien twee of drie. Hij zegt dat je maar één keer gescoord hebt. Kom, maar boer. Teamprestatie, hè? Teamprestatie. Maar wanneer een voorzet gewoon ver geeft en gewoon perfect op de hoofd ligt, we hebben alleen maar in te koppen. Assist koning. Dat is soms een assist mooier dan ik ook. Dat klopt, dat klopt. Live showtje. Eet je skills, geen bal, maar flesje. Ja, en we zijn nog steeds op het FIFA-toernooi en ik sta hier met Gianni. Ja, ja. Gianni. Normaal gesproken staat Gianni staat nu wel naast mij, maar die staat normaal gesproken aan die kant, of niet? Ja, ja man. Hij is de nachtbraker van Phoenix. Dat is 1 en 4 man, donderdag en vrijdag. Check Phoenix, dus donderdag en vrijdag Gianni. Man, als je niet kan slapen, gewoon wakker blijven. Gewoon intunen, dan ben ik met jou. Tjo. Focus, concentratie hier. Nog voor jullie hoor. Concentratie hier hoor. Tegen jou potje broer, kom eraan. Ik word uitgedaagd. Ja, man. Ik word uitgedaagd. Ik ga een zwaar verliezen. Team Indian. Broer, je komt uit Antwerpen. Antwerpen, hij is Belg. Ik daag me even uit van een potje FIFA. En ik accepteer die natuurlijk. Maar ik ga sowieso winnen. Wat dan? Oké, okay. Straks jullie zien wie er gaat winnen. Denk België ik. Of Nederland? Wat denken jullie? Wat denken jullie? België of Nederland? We gaan het zien. Tjoe. Okay. Recep heeft gewonnen van mij. Met geluk, eerlijk of niet Recep? Geluk? Eerlijk of niet geluk? Eerlijk gewonnen, 3-1. 2. Ik heb gezegd, België precies, gaat winnen of niet? Precies, Recep, ik ben deze man. Ik heb gezegd, België gaat winnen. De kwartfinales. Aan deze kant ook nog. Joes, op wie lijkt hij? Ja. Doe die lach. Op wie lijkt hij, Joes? Recep. Nog geen volle gang. Kwartfinales? Kwartfinales aan deze. Meer naar de halve finales. Spannend. Eruit. Ja, zien halve finale? Zeker man. Hoeveel heb je gemaakt? 2-1 man. Gaat lekker hè? Ja, sowieso man. Ja, jullie twee zijn een goede match hè? Sowieso. We zouden zo op Tinder match kunnen zijn. Nice boys, nice. Hij is niet stiekem man. Mensen worden gek. Golasso! Yassin daagt hem uit, hè? Winnaar van deze tegen ons daarop. Winnaar van deze? Half finale. Q staat achter. Oh, die parkeer de bus. Zijn jullie zo? Zijn jullie zo? Er is geen 10.000 te winnen, man. Parkeer de bus. Parkeer de bus, man. Ja, wegwezen. Ja, dit is die laatste ding. Parkeer de bus, kan er gaan gebeuren. Je moet er weg, hè? Nee. Ja, nee. Weg, hè? Is lucky. Hoeveel? 3-1. 3-1, wij met 2-1 van hem verloren. Oh, je hebt 7-1 verloren, man. Maar ik niet, toch? Goed, de halffinales gaan nu beginnen en ik hoor dat er wat regels worden aangepast. Wat zijn die regels? Klopt, er wordt het Champions League principe gebruikt. Dat betekent dat ze uit en thuis een keer gaan spelen. Oh, dus ze moeten twee keer tegen elkaar? Klopt. De halffinale is nog steeds bezig.
gaat tussen deze vier boys en tussen mijn favoriet, ja. Even kijken hoeveel staat het hier. 0-0, spannend. En ze moeten twee keer tegen elkaar spelen. Ja, de halve finale is bezig. Oeh, ja, mijn favoriet staat voor, hè. Mijn favoriet staat voor. Kom op, broer, kom op. Ja, en ik sta hier met Ismail, die werkt bij Funix. Yo man, hi. Ismail, heb jij een favoriet? Ja, ik heb wel een favoriet. Ik ga het gewoon zeggen. Zeg maar. Voor wie ben jij? Ik ben voor hem. Ja, ik ook. Voor Yassin is dat, hè? Yassin, ik ben Team Yassin. Ja, ik ook met Team Yassin. Ismail en ik. Ja, Team Yassin. Team Yassin. Ja, sorry. Hoe mijn box hangt. Ja! Bang! Best in village in love. Nee, dat ook. Hoe is dat? Zeg je broer? Dat is voetbal. Ik ben voetbaltrainer. Ik ben de wedstrijd. Vertel, Yassin. Finale. Netjes. Het is zover, de finale gaat beginnen. Tussen mijn favorieten. Sim. Kom op, hè, boys. Laat zien, hè. Jullie hebben het tot nu toe best makkelijk gehad, hè? Valt wel mee, valt wel mee. Ja, wel gestreden? Ja, sowieso. Succes, man. Ja, dankjewel. Rest met neer. Ja! Nee, mijn maat dat is slecht. Ik heb verloren. Sterp. Doen! Ah! Waarom met rechts, jongen? Schiet! Ik aan de hand, ik neem niks, man. Gaan! Nee, man! Nico! Voor jou! Kom. Dit is echt niet Yusu, man. Dit is kan toch dit niet? Kan echt niet, man. Zo! Slipgevaar, echt misbruiken. Ja. Ja. Ja, man. Ja, ik was boys. Respect, bro. Winnende goal, wat, boys. Ja, laat hem zien. Winnende goal, man. Slippa. Kurisu. Jullie hebben de hele dag gestreden. Super trots op jullie. Mag ik nog één groot applaus voor de winnaar? Maar die houden we mooi hier. En jullie krijgen deze leuke bekers als aanbeker. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Als één. Alsjeblieft. Ja, dank je. Mag je nog één keer een applaus? Ja, ja. Dus ja, nee, echt eerlijk, de laatste waar we tegen speelden waren we ook echt de beste tegenstander waar we tegen hebben gespeeld. Nou ja, en verhouding met ons begrijpelijk. Ja, en dat was het eerste FIFA-toernooi van Funix. Het was een leuke dag, een lange dag. Kijk, en de winnaar staat nog steeds achter me. Ik denk dat volgend jaar... Tjoe!